Yes, thank you very much, Chair, dear colleagues and dear Commissioner. Dank u wel voor het uitbrengen van deze uitvoerige farmaceutische strategie. Toch mis ik een concreet plan om de medicijntekorten in Europa aan te pakken. In de strategie wordt alleen genoemd dat het probleem van medicijntekorten in kaart gebracht moet worden. Helaas wordt het niet concreter dan dat. We moeten zeker tot 2022 wachten op nieuwe wetgeving. Dat duurt mij veel te lang. Alleen al in Nederland hebben we gezien dat in 2019 1500 middelen langer tijd niet beschikbaar waren. Jaar op jaar groeit het aantal medicijntekorten. Een jaar geleden heeft u al aangekondigd te komen met zo'n farmaceutische strategie. Wij in het Europees Parlement hebben meerdere malen aangegeven dat we een oplossing willen zien voor de medicijntekorten. Waarom biedt deze strategie die oplossing nu niet? Waarom stellen we niet bij de inkoop van medicijnen eisen aan de leveringszekerheid? Of verlangen we dat sommige medicijnen in de Europese Unie geproduceerd moeten worden, in plaats van alleen maar te kijken naar de prijs van de medicijnen? Maar liefst 80% van de pillen die we in Europa slikken, komen uit Azië. Kunt u ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk deze discussie gaan voeren? Want heel veel mensen hebben nu medicijnen nodig en kunnen niet nog 2 jaar wachten. Dank u wel.